en Virgil Pina zijn de commissarissen in het nieuw bestuur. Ramlakhan zegt dat een van de belangrijkste redenen waarom hij zich kandidaat heeft gesteld, is dat hij een bijdrage wil leveren aan de ontwikkelingen van Suriname op ICT-gebied. Waarom zeg ik dit? Wat we hebben gezien wereldwijd, de vierde industriële revolutie, daar is ICT-ontwikkeling een van de key initiatieven. Als je niet goed ontwikkelt op het gebied van ICT, dan betekent het automatisch dat je land niet goed gaat kunnen ontwikkelen. We hebben dit gezien bij COVID. Bij COVID hadden we bijvoorbeeld geen dusdanige educatie-digitaal systeem, waardoor de scholen normale voortgang zouden kunnen hebben. We hadden bijvoorbeeld geen digitale winkels, waar we gewoon online konden shoppen en niet per se naar de winkel fysiek hoefden te gaan. Dus daar zie je al dus de maturity, de volwassenheid van een land, gaat maken dat ICT dat kan gaan versnellen. En uiteraard dat de economie dat ook veel stabieler kan gaan worden. Dus vandaar de persoonlijke ambitie om ook daarmee aan te helpen. Wat we hebben gedaan in de periode 2021-2022 is er een Vision 2030 uitgewerkt. En wat staat er in het Vision 2030 document? Per jaar wat we allemaal aan verschillende initiatieven moeten gaan ontwikkelen en implementeren, zodat we garanderen dat Suriname ook de vierde industriële revolutie kan doormaken, zodat we dan ook, wat ik net uitlegde, de economische doorgroei van het land kunnen stabiliseren en daar eigenlijk mee kunnen helpen aan de ontwikkeling van Suriname en ook de Surinaamse burgers. Ramlakhan geeft verder aan dat zijn bestuur met alle kennis, competentie en ervaring het goede werk zal voortzetten middels partnerschappen, projecten en activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van ICT in Suriname. Het eerste wat het nieuwe bestuur wil realiseren is het op lijn brengen van alle ICT-belanghebbenden met betrekking tot Vision 2030. Dat noem ik ook wel een ICT taskforce, waar we een werkgroep zullen in werking zullen stellen, waar alle stakeholders zitting in hebben. Noem maar bijvoorbeeld een telesuur, een TAS, een Digicel ook, een datasuur ook. Alle grote ICT-companies, die niet doen align with the vision. En dan zullen we ons committeren aan de uitvoering daarvan. Dat is een van de eerste initiatieven. Behalve dat zullen we ook online veel meer webinars gaan organiseren, waardoor ook de general public, gewoon het normale publiek, eigenlijk kennis maakt met ICT. Wat houdt ICT nou in? Hoe kan ik omgaan met Office 365? Dat zijn hele simpele dingen die mensen nog niet kennen en weten en dus daarmee dan kunnen beginnen. We willen ook heel erg graag gratis programmeren, aanleren aan jongeren. Dus daar hebben we dan ook een paar workshops voor uitgewerkt en die zullen we dan ook in de loop van 2022 allemaal uitvoeren. En uiteraard ook een mooi seminar waar ieder naartoe kan komen als COVID dat ons toestaat. Zo willen we dat ook heel graag fysiek organiseren. En dit zijn de vier grootste events die we in petto hebben voor 2022. Dit moet uiteraard ook nog aligned worden met de leden en goedgekeurd worden bij de ALV. Het uiterine bestuur bestond uit voorzitter Anoushka Sonai, secretaris Rajiv Hiralal, penningmeester Isabel Caldeira en de commissarissen Amit Ramlakhan en Gerard Den Dekker.